Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een patroontje maken met Call the Midwife. Het is een patroontje wat je heel goed kan gebruiken voor babydekentjes. Of andere dingen. Het is echt een heel leuk werkje om te maken. Je zet hem, het patroontje heeft 16 steken. En dan begin je met een losse en 15 stokjes op te zetten. En een losse en dan begin je weer verder met 15 stokjes. We zullen eens gewoon gaan beginnen. Omdat het nog best wel veel werk is, heb ik vast een opzet gemaakt. En dan begin je gewoon 2 keer 16 of zover als dat je het dekentje wil. Ik zal eens even meten hoeveel één patroontje is. En dan pak ik even de zijkant. Tot en met wel, eigenlijk alleen de stokjes. Dit is 8 centimeter. Dus ligt eraan hoe breed je je dekentje wil hebben. Dit dekentje is 1, 2, 3, 4, 5, 6 patroontjes. En dan pak je 6 keer 16 steken op. Ik heb de wol gebruikt, super soft, van de Zeeman. En deze heeft naald 3 of 4 nodig. En dit dekentje is dus gemaakt met naald nummer 4. Omdat het veel werk is, heb ik vast een opzetje gemaakt. En je begint de eerste toer met een stokje, een losse, een stokje, een losse, een stokje. En de tweede toer begin je eigenlijk wel met een zijkantje. Dat is wel mooier om hier een opening te hebben. Dus dan begin je met 3 losse eindig je de toer, dan een losse en dan 15 stokjes totdat je bij het tweede patroontje bent. Na die 15 stokjes doe je 1 losse en dan begin je weer 15 stokjes. En op het laatste is het mooiste om weer 1 losse en dan weer een stokje. En dan gaan we verder nu met het patroontje. En om het eerste stokje te maken doen we 3 losse op het eind en we keren het werk. En dan kunnen we aan de derde toer al beginnen. En dat is 6 stokjes, 3 losse, 6 stokjes en dan weer een losse om naar het volgende patroontje te gaan. Dit stokje tellen we mee als eerste stokje, die 3 losse. En dan gaan we nu het tweede stokje maken van de 15 stokjes. 3. 4. 5, 6, 6, we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes, dan doen we 3 losse, 1, 2, 3, dan slaan we 1, 2, 3 stokjes over en dan pak je het vierde stokje en dan doe je weer 6 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We komen niet uit. 1. Oh, en ik begrijp ook waarom we niet uitkomen. En dan zal ik het even uitleggen. Aan deze deken heb ik dus geen randje gemaakt met die losse. En is toch mooier. En daarom dat het toch mooier is, ben ik hier inderdaad begonnen met een stokje en een losse. En dan doe je 6 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En waarom komen we dan niet uit? Hebben we hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Nu weer zie ik het. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we hebben dit stokje, mag je niet meetellen. Dit is een losse. En dan 6 stokjes en ik heb er hier maar 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En daarom is het even goed tellen. We gaan het nu even uithalen. En we pakken even het zesde stokje. En dat komt omdat ik in mijn dekentje niet die rand eraan heb gemaakt, deze, met die stokjes. En het is gewoon toch mooier. Dus als je eerst een drie losse, een losse en dan die zes stokjes, dan drie losse. En dan slaan we er drie over en dan pakken we weer zes stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, en nu kom je op die toer uit waar al die losse of die boogjes in zitten, of hoe je het noemen wilt, de openingen. En dan gaan we weer zes stokjes maken. 1. 2, 3, 4, 5, 6, en dan pakken we weer 3 losse, 1, 2, 3, je slaat er 3 stokjes over en je pakt in de vierde weer een stokje en dan moeten er in totaal weer 6 worden, 1, 2, 3, 4, 5 en de zesde. En op het eind van de toer hebben we hier weer inderdaad die opening, dus weer een losse en een stokje bovenop de derde van het stokje, van het begin stokje. Kijk, en dan heb je die openingen aan de zijkant, wat gewoon mooier is. Ik had ook wel opnieuw kunnen gaan filmen, maar nou zie je gewoon dat je moet blijven tellen. En dat je patroontje moet kloppen. En als het niet klopt, dan haal je het gewoon even uit. 1, 2, 3 lossen. En dan draai je je werk. En dan gaan we nu al aan toer 4 beginnen. Dus dit is toer 1. Dus stokje, losse stokje. Dan haak je 15 stokjes en een opening. En toer 3 is, als je aan de zijkant die opening wil hebben, een stokje, een losse, 6 stokjes, 3 losse, 6 stokjes, dan de opening en weer 6 stokjes, 3 losse, 3 overslaan. En zo heb je het patroon. Nou, dan gaan we aan toer 4 beginnen. Dan pakken we even weer 1 losse om aan die zijkant een mooie opening te krijgen. En dan gaan we 4 stokjes maken. En om dan die bloem erin te krijgen, zetten we nu 4 losse. 1, 2, 3, 4. En die zetten we in die grote opening gewoon vast. Dus je steekt je naald erin. Draad om, naar boven, nog een keer draad om en je zet hem vast. Met een vaste. Kijk, dan heb je alweer een bloemetje. En dan nu weer 4 lossen. 2, 3, 4. En dan zet je een stokje in het derde stokje. Kijk, en dan zie je dat je al de bloem gemaakt hebt. En dan zet je weer verder met 4 stokjes in totaal. Dus dit telt mee. 2, 3, 4. En dan kom je weer bij deze opening en dan doe je een losse. En weer 4 stokjes. En dan zijn we aangekomen weer om nog een blaadje te maken. Dat is 4 lossen. Die zet je vast in die grote opening met een vaste.
en weer 4 lossen. En je slaat weer 2 stokjes over en dan zet je hier weer een stokje in. En dan moet weer totaal 4 zijn. En deze tellen we mee. 1 en dit wordt de tweede. De derde. En de vierde. En dan zijn we op het einde en dan doen we nog 1 losse. En dan zetten we 1 stokje bovenop. De derde losse. Nou, dat is altijd lastig. Vindt iedereen lastig. Zo. En dan weer 3 lossen en we keren het werk. En je ziet dat je al twee patroontjes af hebt met mooi aan de zijkant de openingen. Dan kan je daar een mooi randje aan maken. Nu zijn we dus bij 1, 2, 3, 4, toe 5. Dan ga je dit weer sluiten, dit plaatje. Dus dan pak je weer 6 stokjes. Deze tel je niet mee, want dit wordt weer een losse en een stokje voor de zijkanten. En dan moet je 6 stokjes maken in totaal. Deze tel je wel mee. 1, 2, 3. Op elk stokje, dus een stokje, dus is 4. En nu ga je in die open.